Dag groep 4. Ik ga vandaag bij rekenen met jullie kijken naar blok 3, week 4, les 2. Pak vast je wisbordje erbij en je stift. En dan pak ik de les van vandaag er even bij. Wat gaan wij leren deze rekenles? Wij gaan leren hoe je minsommen die over het tiental heen gaan, hoe je die uitrekent. En dit gaan we doen met een getallenlijn. En daarom heb je zo direct ook je wisbordje nodig. Kijk met mij mee bij opdracht 2. Ik heb 54 snoepjes in mijn bakje. Daar moet ik er 7 van opeten. Dus ik krijg de som 54. Eraf 7 is puntje, puntje, puntje. Het getal 7 kunnen wij in dit geval handig splitsen. Wij zeggen altijd bij eraf sommetjes, maar ook bij erbij sommetjes, dat we eerst naar een tiental gaan rekenen. Als ik van 54 naar een tiental wil, zal ik er eerst 4 af moeten halen. Als ik dan 7 splits in 4, dan hou ik er nog 3 over. Kijk op de getallenlijn. Wij gaan eerst de sprong van 4 eraf doen. Dus ik eet 4 snoepjes op. Daarna moet ik er nog 3 op eten om op mijn antwoord uit te komen. En 50 eraf 3, dat is 47. Deze som heb ik best snel gedaan, maar ik zal de volgende iets rustiger aandoen. Wij hebben de som 62 eraf 9. Eerst gaan wij weer 9 handig splitsen. Als ik van 62 naar het tiental wil, moet ik er eerst 2 opeten. Want dan krijg je 62 eraf 2. Dan hou ik er aan de andere kant nog 7 over. 62 eraf 2, dat is 60. Je zou hier eerst nog een tussenstap kunnen maken door 7 ook te splitsen, maar dan wordt het wel heel moeilijk. Dus wij doen lekker eraf 7. En 60 eraf 7, dat is 53. Vond je dit nog steeds een beetje snel gaan? Ik doe er zo nog één. Dus kijk rustig verder mee. De volgende. Ik heb 43 snoepjes. En ik ga er 8 op eten. Als ik van 43 naar het tiental wil, eet ik er eerst 3 op. Dan hou ik er nog 5 over voor aan de andere kant. Hier gaan we de getallenlijn zelf maken. Eerst doe ik eraf 3. En 43 eraf 3, dat is 40. Daarna maak ik nog een hele grote stap en halen we bij de 40 er nog 5 af. En 40 eraf 5, dat is 35. Het is dus heel belangrijk dat je het getal wat je eraf gaat halen goed en handig splitst. In dit geval in 3 en in 5. Doe ik er nog 1. Daarna gaan we kijken wat we gaan doen in de les. 75 eraf 8. Ik heb 75 snoepjes. Die zet je ook hier op je getallenlijn. Ik ga er 8 opeten. Dus ik weet dat ik 8, die moet ik gaan splitsen. Als ik makkelijk naar het tiental wil vanaf 75, splits ik hem in 5. En de rest die ik dan hou is 3. Eerst haal ik er 5 af, dus ik eet 5 snoepjes op. En 75 en 5, dat is
70. En daarna eet ik er nog 3 op. En 70 en 3. Dat is 67. Kijk dus goed hoe je het getal wat je eraf haalt, hoe je die splitst. Daar kun je het jezelf heel makkelijk mee maken. Oké, kijk met mij mee bij opdracht 3. Bij opdracht 3 mag je het of op een getallenlijn doen, of uit je hoofd. Daar gaan we sommetjes eraf maken. Eigenlijk zijn dit dezelfde soort sommetjes als wat wij net gedaan hebben met elkaar. Alleen deden wij het net op de getallenlijn. Ik zou dus ook, en dat geef ik je als tip mee, op je wisbordje gebruik maken van de getallenlijn. En ook op je wisbordje het getal wat je eraf gaat halen. Dus in dit geval de 4, in dit geval de 6, de 7, de 9 en de 5. Die zou ik splitsen en dat zou ik ook doen op je wisbordje. Want dan kun je altijd nog even spieken met wat je daar hebt gedaan. En daar kun je het jezelf een heel stuk makkelijker mee maken. En jullie weten het van mij, ik ben liever lui dan moe. Dus dan zou ik het zeker op deze manier doen. Heb je opdracht 3 gemaakt, ga je bezig met opdracht 1. En bij opdracht 1 gaan we nog even keersommetjes oefenen. We hebben hier de tafel van 2, de tafel van 9, de tafel van 5 en de tafel van 10. En hier zelfs nog een keer de tafel van 7. Maar ik denk, als je goed kijkt naar het vorige sommetje, als je 7 keer 2 omdraait, krijg je 2 keer 7. Dus ik denk dat jullie deze heel makkelijk kunnen maken. Eerst opdracht 3. Daarna opdracht 1. Heb je nou een vraag en kom je er misschien niet helemaal uit, bewaar die dan voor of de rekenles, of bewaar die voor het vragenuurtje. En dan zou ik nu zeggen, lieve groep 4, heel veel succes. En dan zien we elkaar snel. Doei doei!